Zo, een goede middag, dames en heren, welkom op deze webinar van Vivel. Ik ben Frederik, zal jullie zo meteen iets meer informatie geven over het e-health-certificaat en de e-health-box. Maar wat ik wel altijd graag weet in het begin van een webinar in het algemeen is, dat jullie mij goed kunnen horen. Het is een beetje rap-rap, is er een nieuwe omgeving opgezet van Teams naar Zoom. En ik wil nog eventjes checken of dat jullie mij goed kunnen horen. En daarvoor had ik graag weten of dat jullie mij gewoon eventjes via de chat kunnen laten weten of dat ik hoorbaar ben. En die chat, die kan ik in principe hier dan bekijken. Dus ik zie hier, oké, perfect, ja, dat is oké. Ik heb ook Nick jou als co-host toegevoegd. Dat betekent dat jij mij ook kan helpen wanneer er mensen eventueel in de waiting room zitten. Je kunt iedereen toelaten, mocht je dat willen. Ik ga ervan uit dat Nick, degene die ik toegevoegd heb, natuurlijk Nick Silverans is en geen andere Nick. Spannend. Maar in principe zou dat zo moeten lukken. Oké, sorry dus voor de vertraging. Er was blijkbaar een probleem met de link. En inderdaad, er zijn toch al heel wat mensen aanwezig nu op deze webinar. We hadden gepland om deze webinar een klein uur te laten duren. We zullen natuurlijk wel een beetje uitlopen. Op zich hoop ik het niet zo erg. De webinar wordt opgenomen, dus jullie zullen kunnen de webinar achteraf nog eens bekijken, mocht je dat willen. En die wordt dan later wel via mail eventueel aan jullie bezorgd. Goed, ik zal. Voilà, starten met deze slide. Dus ik ben Frederik Nimri, nog een keer van de praktijkcoach. Onderwerp van vandaag: e-health certificaat en e-health box. En dat is eigenlijk hetgene dat we vandaag zullen doen. Dus misschien heel kort eventjes de praktische uitleg. Er is een chatfunctie uiteraard beschikbaar in Zoom. Je kunt die gebruiken. Ik zal zelf proberen die chatfunctie in het oog te houden. Het is niet helemaal, of het is te zeggen, het is niet evident. Ik zal mijn best doen om deze chat in het oog te houden. Maar goed, er is ook een collega van mij, Anthony de Schrijver, die eventueel de chats zal beantwoorden. Handouts, dat zal ik pas op het einde van de webinar ter beschikking stellen. Of eventueel doorsturen, moet ik nog bekijken hoe we het zullen doen, aangezien dat we een kleine aanpassing hebben moeten doen. De polls had ik voorzien. Maar het is zo dat ik zal jullie gewoon een link geven straks. Ik had ook een quiz, de polls en een quiz in een Microsoft-omgeving voorzien. Ik zal het dus een klein beetje moeten aanpassen. Er zijn attesten voorzien ook. Die attesten die zullen eigenlijk ter beschikking gesteld worden. Eens dat je het invulformulier, helemaal op het einde van de webinar, krijg je dan nog een link doorgestuurd met een invulformulier. En als je dan alles invult, dus zeker niet vergeten je beroepsgroep goed te selecteren. Vergeet ook niet je recievenummer in te geven, of alles in te geven dat je moet ingeven. En dan zal je kunnen een attest of een formulier downloaden. Die je dan zal kunnen gebruiken voor eventuele accreditering. Voor artsen en kines wordt accreditering automatisch geregeld. Voor apothekers, ik weet niet wat er nu apothekers aanwezig zijn. Dat was eigenlijk de bedoeling van deze poll hier. Je ziet het hier, ik had wat polls klaargemaakt, maar nu geen tijd gehad om deze te maken. Maar stel dat er apothekers klaar zijn, hier aanwezig zijn, wel aarzel dan niet om het attest te downloaden en natuurlijk het attest dan te gebruiken om eventuele accreditering te gaan aanvragen. Oké, dus je zult zien, er zijn twee soorten attesten, eentje voor apothekers en eentje voor alle anderen. Goed, dat is voor accreditering, dus wacht eventjes het einde van het webinar af, dan zul je normaal gezien de link doorkrijgen van mij. De bedoeling van vandaag, inhoudelijk dan, is dat we spreken over het e-health-certificaat. Dat zal het eerste deel zijn. Het eerste deel zullen we opsplitsen in een vijftiental minuutjes theorie, een vijf minuutjes quiz en ook een vijf minuutjes bespreking van de quiz. Dus de quiz, ik heb daar vijf minuutjes op geplakt. Het zou kunnen dat het minder nodig is. Het zou kunnen dat er misschien wat meer nodig is. Ik moet zeggen, het is de eerste keer dat we dat gaan doen op die manier. Het is dus wat spannend. Ik zal het wat zien. Ik zal het wat opvolgen van oké, hoe vlug komen de antwoorden binnen. Dan het tweede deel zal de e-health box zijn. Ook opnieuw theorie, inleiding, vijf minuutjes opdracht. Ik kan jullie nu al zeggen dat de opdracht zal zijn: meld aan op de e-health box, uw eigen e-health box, want ik ga ervan uit dat er heel wat zorgverstrekkers aanwezig zijn hier. En ik zal vragen om aan te melden op de online e-health box met drie opdrachtjes dan, zeer simpel, zullen we het wel zien. En we zullen dan ook eventjes kijken of het wel degelijk gelukt is of niet.
En dan uiteindelijk zullen we afsluiten natuurlijk. Zo, en ik start hiermee. En ik had hier ook een poll voor voorzien. En het was eigenlijk de bedoeling, enfin, dat zijn eigenlijk data die komen uit de e-health monitor. De e-health monitor die onlangs is verschenen en verdeeld is in het landschap enfin, in België. De e-health monitor, dat is eigenlijk een vragenlijst die in 2019 is gestart. Die zowel burgers als zorgverleners ondervraagd heeft. En voornamelijk in het kader van het gebruik van e-gezondheidsdiensten. En in het kader van de e-gezondheidsdiensten, waaronder ook de e-healthbox natuurlijk. Ze hadden gebeeld naar het gebruik van de e-healthbox. En hier zie je dan vier grafieken die eigenlijk beroepsgroepen voorstellen. En ik had hier getoond dat voor bepaalde beroepsgroepen de e-healthbox eigenlijk totaal niet gebruikt wordt, of zeer weinig ten opzichte van andere kanalen. Het is te zeggen telefoon, e-mail, geschreven zaken enzovoort. Je ziet dus hier bij deze beroepsgroep linksboven, maar ook bij deze beroepsgroep rechts. Rechts in de hoek en ook deze beroepsgroep zie je eigenlijk zeer weinig. En eigenlijk het punt van deze slide is dat de enige beroepsgroep die eigenlijk de e-healthbox veel gebruikt, hè, relatief veel gebruikt, dat is eigenlijk de beroepsgroep van de huisartsen. En hoe komt dat? Omdat de huisartsen daar eigenlijk al veel langer mee in aanraking gekomen zijn. Dat is trouwens in de rechter benedenhoek. Hè, zie je hier dat de e-healthbox bij de huisartsen eigenlijk ten opzichte van de telefoon en geschreven communicatie veel gebruikt wordt. En bij de andere beroepsgroepen niet. Trouwens, hè, de beroepsgroepen die hier aanwezig zijn, dat zijn verpleegkundigen, vroedvrouwen, dacht ik, en artsen-specialisten. Ik ben niet heel zeker. Enfin, ik denk het eigenlijk wel. Dus vroedvrouwen, verpleegkundigen en artsen-specialisten. Ik heb gezien dat er hier kine's aanwezig zijn, hè, want er zijn er een paar aangemeld als zijnde kinepraktijk, heb ik zien passeren enzovoort. Maar hier in deze resultaten zijn geen kine's inbegrepen. Ook in de e-health monitor zelf had ik eigenlijk de beroepsgroep van de kine's niet gezien. Voilà. Het e-health certificaat. Ja. We zullen eigenlijk deze kleine topics of deze rubrieken aanhalen van wat is het, waarvoor dient het, voor wie is het van toepassing en hele concrete praktische zaken, tips en tricks betreffende het e-health certificaat zullen we ook bespreken. Maar dus om te beginnen, wat is het? Wel heel concreet, het is eigenlijk het digitaal paspoort van de computer. Dat is eigenlijk al een oude, dat is eigenlijk een tekstje dat we ergens ooit gevonden hebben op een website. We vonden het wel goed om nog een keer hier op deze slide te zetten. En dat is het eigenlijk wel ook zo, want in zekere zin zal je aan de hand van een certificaat, en het certificaat is hier, dat is een screenshot van mijn eigen certificaat. Ik ben zelf kiné van de opleiding. En ik heb dus een certificaat kunnen aanvragen. En het certificaat, eens je het aangevraagd hebt, dan komt het eigenlijk terecht op de harde schijf van je computer. En op een bepaalde plaats zelfs. Hè. Dus je ziet het hier, dus de harde schijf, je lokale schijf C. En dan moet je eigenlijk gaan kijken in de specifieke mappen, hè, bij de gebruikers, beheerder of je eigen naam natuurlijk. En dan ook in het mapje e-health key store. En daarin zit eigenlijk het certificaat verstopt. En het start ook meestal met SSIN, staat voor Social Security Insurance Number. Eigenlijk zou je het kunnen, in het Nederlands dan is dat het INSZ, het identificatienummer voor de sociale zekerheid. En het start met het Rijksregisternummer, zoals je hier kan zien. En dan ook heel specifiek het tijdstip van het aanmaken of het aanvragen van het certificaat. Eens dat gebeurd is, dus die aanvraag, wordt het effectief dus op die harde schijf van je computer geplaatst. Dat is het eigenlijk. Dus het is, als je vraagt, wat is het e-health-certificaat? Wel, het is eigenlijk een bestandje dat op je computer wordt geplaatst en die het mogelijk zal maken om bijvoorbeeld te connecteren met het e-health-platform. En dat is eigenlijk wat ik zo meteen zal uitleggen, het e-health-platform. Wat is dat juist? Dat is een van de functies van het certificaat, is die connectie maken daar. En zie je het hier, hey, waarvoor dient het e-health-certificaat? Maar twee redenen. Om te beginnen, die authenticatie. En dat is hetgeen dat ik daarnet zei, van oké, okay, het e-health-certificaat, eens je die aangevraagd hebt, dan ga je die kunnen gebruiken om te kunnen connecteren en om jezelf te kunnen authentiseren, authentificeren, ik weet niet goed hoe dat je het moet zeggen, maar om jezelf om te bewijzen dat oké, okay, ik ben een zorgverstrekker en ik heb recht om bepaalde zaken binnen e-gezondheid te kunnen gebruiken. Dus dat is puntje 1, de authenticatie.
Dus vanuit bijvoorbeeld een softwarepakket dat je gebruikt, kan je perfect een connectie gaan maken met het IGAN-platform, als tenminste je IGAN-certificaat goed geïntegreerd is in je softwarepakket. Dat is de eerste functie. De tweede functie is het aanmaken van een dubbele vercijferingssleutel. Dus het heeft te maken met vercijfering en voornamelijk vercijfering in het kader van de IGAN-box. Daar komen we zo meteen op terug. We starten dus met de eerste functie van het certificaat, die authenticatie. En daarvoor heb ik eigenlijk deze slide nodig. Dat is een slide die uitlegt wat het IGAN-platform is en wat het doet, wat de functies zijn eigenlijk van het IGAN-platform. Want het IGAN-platform in België, dat is trouwens op het federale niveau, dat is een federale instelling, dat is een ICT-platform. En het is zo dat het IGAN-platform eigenlijk het epicentrum is van alles wat het met e-gezondheid te maken heeft in België. En wat doet het bijvoorbeeld? Stel hier bovenaan. Dus deze slide moet je eigenlijk in drie delen zien. Of je moet het bekijken als zijn drie delen. Je hebt het bovenste deel, het middenste deel en het onderste deel. En het bovenste deel, dat is eigenlijk wat dat een zorgverstrekker, jullie dus, eigenlijk kunnen gaan gebruiken binnen e-gezondheid. Jullie gebruiken bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier met daarin een aantal toepassingen die geïntegreerd zijn, die te maken hebben met e-gezondheid. Voor artsen is dat bijvoorbeeld, en niet alleen voor artsen, maar ook voor vroedvrouwen, voor tandartsen, artsen-specialisten, die kunnen bijvoorbeeld het elektronisch voorschrift gaan gebruiken. Dat is mooi geïntegreerd in de meeste, dat is eigenlijk verplicht zelfs, denk ik, in de softwarepakketten van de zorgverleners geïntegreerd. Je hebt dan bijvoorbeeld voor de kine's die geen elektronisch voorschrijven, of moeten geen elektronische voorschriften opstellen, die hebben dan bijvoorbeeld hier een stukje MyCareNet, of het is te zeggen, de verzekerbaarheid van patiënten. Wel, die toepassing is ook geïntegreerd in de softwarepakketten van kinesitherapeut. Maar evengoed ook van tandartsen, maar ook van vroedvrouwen, van verpleegkundigen enzovoort. Hangt soms een beetje af van welk type pakket je gebruikt. Dat is dus het bovenste deel. Het middenste deel, dat is eigenlijk het IGAN-platform. Ja? En waarom staat het midden? Wel, als je vanuit een softwarepakket, ik zeg maar iets, bijvoorbeeld de verzekerbaarheid van een patiënt wil checken. Je wilt weten, is het een derde betaler of is het geen derde betaler bijvoorbeeld? Wel, dan ga je via het softwarepakket connectie maken met het IGAN-platform, want je zult moeten, in zekere zin, ergens iets gaan raadplegen. Ja, om informatie te krijgen, moet je iets gaan raadplegen. En dat raadplegen zal je moeten doen in het onderste deel van de slide, is te zeggen, in bepaalde databanken, dus ze noemen dat authentieke bronnen, gevalideerde authentieke bronnen. En bijvoorbeeld om informatie te krijgen over de verzekerbaarheid van een patiënt, zou je moeten ergens een databank gaan raadplegen die te maken heeft met de mutualiteit. Okay? Dus dat zijn allemaal zaken die worden bijgehouden in gevalideerde authentieke bronnen. Je kunt er natuurlijk niet zomaar in. Het moet op een veilige manier gebeuren. En dus zal je vanuit een elektronisch patiëntendossier, om die informatie te kunnen ophalen, moeten via het IGAN-platform passeren. Je zult via het IGAN-platform een bepaalde databank en bepaalde gegevens kunnen ophalen. Die informatie gaat terug tot in het elektronisch patiëntendossier. En dat natuurlijk in slechts een paar milliseconden natuurlijk. Dus dat is maar een klein voorbeeldje. Dat is het IGAN-platform. Maar natuurlijk, je kunt het alleen maar doen als het IGAN-certificaat correct is, ja, geïntegreerd in een softwarepakket. Ja, dat is een beetje het puntje 1 van oké, die authenticatie. Wat kan je doen met dat, of hoe kan je connecteren met dat IGAN-platform? Voor alle duidelijkheid, je ziet hier vier termen, COBRA, Rijksregister, RESIF, mutualiteiten. Het is niet dat er maar vier gevalideerde authentieke bronnen zijn. Er zijn er eigenlijk veel meer natuurlijk. Maar je kunt ze natuurlijk moeilijk allemaal op één slide krijgen. Het is maar om uit te leggen hoe het werkt. Dat was dus de eerste functie van het IGAN-certificaat. Tweede functie van het certificaat is eigenlijk het aanmaken van... ik zal eventjes ondertussen een paar mensen toelaten die ook aan het wachten zijn nog. Dus ik... Voilà. Er zijn ondertussen nog met een 40-tal aanwezigen, dus het was wel de moeite om de link of toch de omgeving aan te passen van Teams naar Zoom, want anders gingen er heel wat mensen zijn die niet gingen kunnen meedoen. Hè. Voilà, dus het IGAN-certificaat, tweede puntje, het aanmaken van een vercijferingssleutel. Wat betekent dat? Een tussenhaakje staat er hier ETK. En waarom wordt dat uitgelegd? Wel omdat die ETK, die afkorting, of die term, of wat
whatever, dan kom je ook wel tegen wanneer dat je een IELTS-certificaat zou aanvragen. Vandaar dat ik het zal uitleggen. Dat is een heel kort stukje theorie dan ons. Maar om te beginnen, als we spreken over vercijfering, want binnen het IELTS-platform is er een dienst, dat is de ETEE-dienst, dus de end-to-end encryption-dienst, die ervoor zorgt dat er encryptie mogelijk is. En die encryptie, waaronder ook het certificaat, dat heeft daarmee te maken, dat kadert bijvoorbeeld ook binnen het vercijferen van berichten van de e-healthbox. En als je dus binnen een certificaat aanvraagt, is het zo dat tijdens de aanvraag je af en toe een keer in een ETK, die encryption token key, die term kom je tegen. Vandaar dat ik het ook uitleg. En die encryption token key heeft te maken met die vorige slide, met die encryptie, met die specifieke dienst van het e-platform. Waardoor dat je, als je een bericht verstuurt naar een collega die trouwens ook een certificaat heeft, maar dan zal je het bericht dat gezondheidsgegevens bevat en dus eigenlijk op een beveiligde manier moet verstuurd worden, via de e-handbox versturen. En dat zal vercijferd gebeuren. En het zal zelfs dubbel vercijferd zijn, want het zal vercijferd zijn op basis van uw eigen certificaat. En, het zal, en ook van het andere certificaat, van de persoon die zal het bericht ontvangen. Dus vandaar ook de term dubbele vercijfering. En dat is zo'n beetje het ding rond die vercijfering van het IHA-certificaat. Dus dat is de tweede functie. De eerste functie was dus verbinding met het IHA-platform. De tweede functie is het vercijferingsdeel. Ik was ook van plan om te vragen, ja, wie heeft er hier eigenlijk allemaal een certificaat? Misschien is het gewoonweg eenvoudiger dat jullie dat eventjes laten weten via de chat. Hè? Dus die polls heb ik niet meer kunnen klaarmaken. Maar misschien is het wel de moeite dat je me gewoon eventjes laat weten via de chat van oké, ik heb een certificaat of niet. Want op die manier kan ik ook mijn verhaal een klein beetje gaan aanpassen aan hetgene dat ik hier via de chat zie passeren. En ik zie dat er al reacties binnenkomen van oké, de meesten van voorlopig zijn... de reacties positief, dus te zeggen, de meesten hebben een certificaat en nu is het ondertussen al een beetje aan het veranderen. Dus toch een aantal mensen die geen certificaat hebben ook. Heeft misschien ook wel te maken, het feit dat er geen certificaat is, heeft misschien ook wel te maken met het feit dat niet iedereen een certificaat kan aanvragen. En vandaar ook deze slide, ja, wie kan dat eigenlijk aanvragen? En dus wie kan het aanvragen? Maar om te beginnen... iedereen, elke zorgverstrekker met een receive-nummer, kan een e-health-certificaat gaan aanvragen. Dus vandaar ook die icoontjes. Je ziet hier een arts, een kiné, een verpleegkundige, vroedvrouw, apotheker, enzovoort, enzovoort. Allemaal zorgverstrekkers met receive-nummers, die kunnen dus een e-health-certificaat aanvragen. Ik zie hier trouwens in de chats ook zo mensen die zeggen, ja, ik heb dat ooit een keer geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Hè. Dat moet vernieuwd worden. En soms kan het wel voor problemen zorgen, hè, die vernieuwing. Omdat je, van, ik kom daar straks wel nog een keer op terug, omdat je soms het oude certificaat moet gaan kunnen lokaliseren vooraleer dat je die kan gaan gaan vragen. Maar dus het is zo dat ja, er af en toe wel problemen zijn daar rond. Dat is ook zo. Dat is ook hetgene dat we eigenlijk op de service desk het meeste terugkomen of tegenkomen. Dat zijn problemen met het e-health-certificaat en daaraan gekoppeld ook e-health-box. Vandaar dat dat ook bij ons echt wel veel daarvoor komt. Trouwens, ook woonzorgcentra, die ook een receive-nummer hebben, maar ook ziekenhuizen, die kunnen natuurlijk ook een certificaat aanvragen, hè, voor alle duidelijkheid. Zo, het volgende, dus misschien nog, dat is eigenlijk een specialeke in zekere zin voor psychologen. Geen idee dat er hier psychologen aanwezig zijn. Maar het is zo, als een psycholoog een receive-nummer heeft, hetzelfde principe weer, dan kan die psycholoog uiteraard een IHA-certificaat aanvragen. Alleen om een receive-nummer te verkrijgen, is het zo of was het zo, ik weet niet of dat ondertussen al veranderd is, maar dat je wel degelijk moest geregistreerd zijn in ja, een netwerk, een specifiek netwerk, en dan pas zou je kunnen een receive-nummer verkrijgen. Maar dus, het is wel degelijk mogelijk. Het is ook mogelijk om een organisatiecertificaat aan te vragen. Bijvoorbeeld een kinepraktijk die zegt, of een groepspraktijk in het algemeen, het hoeft geen kinepraktijk te zijn, maar een praktijk van verpleegkundigen, vroedvrouwen, diëtisten, weet ik veel. Eigenlijk kan je ook een organisatiecertificaat op praktijkniveau gaan aanvragen. Dat is mogelijk, alleen je moet je altijd de vraag stellen van willen we dat wel? Want uiteindelijk is het zo dat
ja, niet altijd interessant is. Het is soms beter om toch de berichtgeving altijd individueel te laten verlopen en niet altijd op organisatieniveau. En dat is iets waarover je moet nadenken, van willen we dat wel? In sommige gevallen kan het interessant zijn dat je zegt, oké, alle berichten via de e-health box wel, zullen we laten toekomen op basis van één certificaat voor onze praktijk. Kan een voordeel zijn, kan soms ook een nadeel zijn. Maar goed, dat is iets om te bekijken. Dat is heel kort, ik zal daar niet in detail op ingaan, maar weet gewoon dat voor buitenlandse zorgverleners, stel dat je een collega hebt die stage komt lopen, die van het buitenland is, weet ik veel, een buitenlandse zorgverlener kan ook een e-health certificaat aanvragen. Alleen, zoals je hier kan zien en vermoeden, het is niet altijd gemakkelijk, want je moet eigenlijk verschillende stappen doorlopen. Je moet eerst en vooral naar de gemeente gaan. En dan moet je bij de gemeente een bepaalde code krijgen. Met die code ga je dan een sleutel krijgen, waardoor dat je gaat kunnen aanmelden op bepaalde systemen, enzovoort, enzoverder. Weet gewoon dat deze uitleg eigenlijk gedocumenteerd is en staat op vivelacademy.be. Dus ik ga dat een paar keer nog vermelden, wat is vivelacademy.be. Daar staan er eigenlijk heel wat cursussen over e-gezondheid. Onder andere ook deze hier, e-health certificaat en e-health box. Daar zijn er echt wel twee rubrieken voorzien, waar dat je al die informatie die ik nu eigenlijk aan het vermelden ben, je kunt die ook daar gaan terugvinden. Ik ga daar straks zeker nog op terugkomen. Ik heb er ook wat screenshots van, maar eigenlijk is het simpel. Dus gewoon een website, vivelacademy.be. Zo, misschien heel praktisch dan, van oké, maar waar moet ik eigenlijk, of via welke kanalen moet ik nu een e-health certificaat gaan aanvragen? Wel, dat is het eigenlijk. Het is eigenlijk een link. Ik zal jullie straks nog een keer tonen via welk kanaal, of ik zal het misschien meteen een keer doen, via welk kanaal je die kan aanvragen. Even kijken of ik hier mijn scherm goed kan delen. Momentje hoor. Zo. Hup. En ik zal... Voilà. Dat is eigenlijk de weg en dat is waar je moet gaan. Het beeld is misschien niet perfect op jullie schermen, maar je kunt daar niet veel aan doen. Of ik kan er niet veel aan doen voorlopig. Maar dus eigenlijk is het de plaats waar dat je moet gaan kijken is www.ehealth.fgov.be. Dat is een website, dat is eigenlijk de portaalwebsite van e-gezondheid. En via deze weg kan je dus een e-health certificaat gaan aanvragen. Door naar de online diensten te gaan, ja, die toegankelijk zijn zonder softwarepakket. En als je dan een klein beetje naar beneden scrolt, zal je bijvoorbeeld naar beheer van de e-health-certificaten kunnen gaan en daar uw certificaat kunnen gaan aanvragen. U ziet hier geen pijltje dat naar rechts wijst staan. Je ziet enkel een i'tje. Hoe komt dat? Omdat dat is een testomgeving en ik kan in de testomgeving zelf geen e-health-certificaat aanvragen. Jullie zouden daar wel, als je aanmeldt op www.ehealth.fgov.be, dan zou je moeten ergens hier het pijltje dat naar rechts wijst kunnen terugvinden. Zo, dan denk ik dat dat een belangrijke is al natuurlijk. Ik zal eventjes opnieuw van het scherm wisselen. Misschien nog eventjes dit e-health certificaat. Jullie weten of jullie weten niet, maar er is ook een website voor voorzien met extra informatie nog een keer. Je kunt daar naartoe gaan, dat is www.mijn-e-health-certificaat.be. En als je daarop geklikt hebt, dan op de homepage zal je kunnen klikken op e-health certificaat algemeen. En daar ga je extra informatie kunnen terugvinden over oké, wat heb ik eigenlijk allemaal nodig om een e-health certificaat aan te vragen. Er zijn een paar voorwaarden die ik nu zal eventjes gaan demonstreren of gaan uitleggen. En een van die voorwaarden, dat is natuurlijk dat je een kaartlezer hebt, want een e-health certificaat kan je enkel via een elektronische identiteitskaart aanvragen. Dus je moet een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer plaatsen. Dan pas ga je kunnen een certificaat aanvragen. Logisch ergens. Je pincode moet je kennen, ook wel logisch. En ook, je ziet het hier, EID software en Java. EID software, dat is de software die nodig is om een elektronische identiteitskaart te kunnen uitlezen. Je moet dat echt wel op je computer hebben. Dat is een beetje dezelfde software als voor je Taxan Web, voor alle duidelijkheid. Maar je moet het wel staan hebben, anders kan je, kan het zijn dat er problemen zijn achteraf. Ook Java. Java, dat is eigenlijk het programmaatje die je zal nodig hebben om de e-health certificate manager, die aanvraag, het
aanvraagprogrammaatje van daarnet. Je gaat een Java, zou moeten openen in Java. Dus je moet het ook wel staan hebben. Als je een computer hebt zonder Java, zal dat niet lukken. En wel op de website van daarnet, zei, mijn IHAT-certificaat van WE, dan zal je kunnen die links terugvinden waarop dat je kan klikken en op die manier de juiste software gaan downloaden. En natuurlijk, je ziet al die voorwaarden al, die kunnen al voor problemen zorgen. En dat zijn zo de typische dingen. Ja, ik heb een Java-programma, maar hij is niet up-to-date. Of ik heb geen up-to-date EID-software. Dat zijn allemaal probleempjes die kunnen voorkomen. En dat je eigenlijk wel door de juiste versie te installeren kunt gaan verleiden. Datum en tijd, wat is dat voor iets? Datum en tijd, je moet er eigenlijk voor zorgen dat als je een IHAT-certificaat aanvraagt, en dat zal een beetje belachelijk klinken, vrees ik, maar het is wel zo, dan moet je de datum- en tijdnotatie op je computer de werkelijke tijd zijn. Dus als er daar bij een uurwissel een uur niet veranderd is, of het uur is niet veranderd op je computer, terwijl het wel zo is in de werkelijkheid, dan ga je geen IHAT-certificaat kunnen aanvragen. Waarom? Omdat het IHAT-certificaat beperkt geldig is, 3 jaar. En dus moet het systeem weten wanneer heb je het aangevraagd. En als dat niet klopt, als er daar een probleem is, dan ga je daar ook een probleem mee hebben tijdens de aanvraag. Op zich heel gemakkelijk aan te passen natuurlijk, moet je enkel de datum- en tijdnotatie aanpassen op de computer en op die manier kan je voort. Ja, het wachtwoord. Ja, je zult moeten een wachtwoord hebben, 8 karakters met een letter of een symbool. Ja, je moet die niet vergeten, want het is zo, een keer dat je die niet meer weet, kan je ook niet meer recupereren. Ja, tenzij dat je die ergens opgeslagen hebt of zo, maar het wachtwoord kan je niet recupereren met oké, ik ben mijn wachtwoord vergeten en je start opnieuw een procedure of zo. Nee, dat gaat niet. Een keer dat je hem kwijt bent, ga je hem niet meer terugvinden. En dat is ook wel eentje dat vaak voorkomt, dat ik weet mijn wachtwoord niet meer, dus de boodschap is, zorg ervoor dat je het niet verliest. Schrijf het op, dus noods. Het opschrijven heb ik hier niet op deze slide geplaatst, want dat is nogal delicaat. Maar schrijf het op, dus noods, op een post-it, sla het ergens op, zodat je het niet vergeet. De plaats van het certificaat, een copy-paste, wat bedoel ik daarmee? Het certificaat, ik heb het gezegd, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarna zou je die kunnen copy-pasten of ergens opslaan in de cloud, voor alle duidelijkheid, zodanig dat je die altijd ergens van gaan terugvinden. Zo, ik denk dat we deze al vermeld hebben. Dit moet je niet, hier moet je niet op letten, dat zal niet werken. Vooral duidelijkheid. Tenzij, of waarom zeg ik dat? Nee, wel. Jawel, dat zou wel werken. Ik was even aan de war met het feit dat ik naar Zoom overgeschakeld heb. Dat is eigenlijk een QR-code. Die QR-code kan je scannen met je telefoon, mocht je dat willen. Je kunt, als je dat gescand hebt met je telefoon, een quiz opstarten. Een quiz van 8 vragen. En ik zal jullie 4 minuutjes geven om die quiz in te vullen. Ik zal jullie ook nog de link bezorgen. Die ik in de chat zal plaatsen. En op die manier kan je dus de vragen over het IHAT-certificaat oplossen. Daarna geef je 4 minuutjes de tijd, komen we terug en zullen we dan de vragen of de resultaten gaan bespreken. Dus jullie mogen voor de mensen die dat graag via smartphone doen, deze QR-code inscannen en al starten met het oplossen van de quiz. Dat staat op 10 punten. Het is trouwens anoniem, dus ik zal niet kunnen zien wie dat er gebuisd is of zo, maar dat is maar voor de lol dat er daar punten op staan. En ik zal jullie, zoals gezegd, nog eventjes in de chat hier, voilà, een bestandje bezorgen, of de link beter bezorgen, betreffende deze quiz. Dus voor de mensen die dat toch liever... Voilà. Ik ga hier een algemene bericht doen. En dat is eigenlijk de link. Hoeft er maar op te klikken en in principe zal dat hier redelijk gemakkelijk moeten opengaan. Jullie zullen zien, ik zal nu de volgende slide opstarten. Ik krijg 4 minuutjes met een klein muziekje om de tijd wat te doden. En dan komen we terug binnen een viertal minuutjes. Tot zo meteen. Alright, ik denk, voilà, we kunnen eraan beginnen. Nee, ik zal de resultaten een keer delen. Voilà. Jullie zouden moeten mijn scherm zien nu. En je ziet dus dat de gemiddelde score 7.1 is, wat dat eigenlijk heel goed is. Waarschijnlijk een heel goede uitleg gegeven, oftewel veel te gemakkelijke vraag, kan natuurlijk ook. Wat doet het IHAT-platform niet? Het beveiligt opslaan van gegevens, dat is natuurlijk het juiste antwoord. Het slaat niets op het IHAT-platform, het faciliteert het delen van informatie. Zo moet je het eigenlijk bekijken. Vraag 2. Duid aan wat juist is.
Er zijn meerdere juiste antwoorden mogelijk. Het IGA-certificaat zorgt voor het vercijferen van berichten. Ja, klopt. Dat is een van de twee functies. Het bewijst ook dat je als zorgverstrekker toegang kan krijgen, mag krijgen tot het IGA-platform. Hier zie je dan het kunnen aanmelden op het IGA-platform met de identiteitskaart. Dat heeft er eigenlijk niet veel mee te maken. Je kunt altijd aanmelden op het IGA-platform als zorgverstrekker zonder IGA-certificaat, maar met identiteitskaart. Je kunt dat doen. Die twee hoef je niet met elkaar te combineren of zo. En het is ook niet zo dat je het IGA-certificaat dat eigenlijk ervoor zorgt dat je gegevens beveiligd kunt opslaan. Je kunt erover discussiëren, hè? Vooral duidelijkheid over die vraag, maar eigenlijk doet dat er niet toe. Vraag 3. Wie kan een IGA-certificaat niet gebruiken? Ja, dat is eigenlijk zo dat een maatschappelijk werker inderdaad, die het meest aan dat juist, die heeft geen recieve-nummer, kan op dit moment geen IGA-certificaat gaan gebruiken. Er zijn er ook wel, dat is een beetje vervelend soms, hè, want ook maatschappelijk werkers zouden wel eens toegang kunnen nodig hebben tot bepaalde gegevens, maar dat is eigenlijk volgens de wet van e-health dan nog niet voorzien. En dan een vraag, ik denk de gemakkelijke vraag, en hier, iedereen bijna juist, hè, wat is een IGA-certificaat? Iedereen zegt hier, ja, een bestand op uw computer, dus dat is fantastisch, iedereen heeft dat juist. Dat is trouwens ook een vraag, denk ik, die we soms stellen aan hogescholen en ook aan universiteiten. Hogescholen, universiteiten, die vraag wordt daarin verwerkt. Vraag 5. Wat is er fout? En dan hier, je kan tegenwoordig een aanvraag doen met iets niet, dat is dus niet mogelijk. Hè. Je kunt geen aanvraag doen met iets niet. Je moet je identiteitskaart en de kaartlezer hebben om een aanvraag of een certificaat te kunnen aanvragen. Voor de rest heb je ook hier het wachtwoord van het certificaat. Dat was dus de vraag die gesteld werd. Ik weet niet meer door wie, maar ik had toen een beetje gewacht om te antwoorden. Maar dus ja, als je het kwijt bent, wat je dan gaat moeten doen, is eigenlijk het bestaande certificaat, dat daar eigenlijk ja, bestaat nog, die ga je moeten stopzetten. En je gaat dan eigenlijk daarna een nieuwe moeten aanvragen. Je moet wel opletten, want als je dus een bestaand certificaat gaat stopzetten, dan gaan ook de berichten die daaraan gekoppeld zijn, niet meer leesbaar zijn. Want je zult dan een nieuw certificaat hebben en de berichten die zijn gekoppeld slechts aan één certificaat. Dus als je zegt, ja, maar ik heb hier wel 30 berichten die gekoppeld zijn aan mijn oud certificaat, ja, dan kan het wel een keer vervelend zijn. Maar goed, er is niets anders te doen. Hè. Je moet wel degelijk die berichten dan... je moet dan eigenlijk vragen om die berichten opnieuw op te sturen. En dan moet je dan eigenlijk eerst gaan opzoeken welke berichten heb ik gekregen van wie. Dan moet je die mensen eigenlijk gaan contacteren en opnieuw gaan aanvragen. Of opnieuw vragen om opnieuw te sturen, dat bedoel ik eigenlijk. En dan, wanneer je certificaat verlopen is, vraag 7, dan moet je het verlengen, moet je een nieuwe aanvragen. Ja, dat klopt. Of moet je oude eerst stopzetten? Dat is eigenlijk, en ik zie hier, ik ben aan het denken, dus wanneer je certificaat verlopen is, moet je eerst de oude stopzetten. Dat is niet zo, want als die verlopen is, dan is die al stopgezet van zichzelf. Dan moet je dus een nieuwe aanvragen. Vraag 8, het IGA-certificaat kan teruggevonden worden op de harde schijf van een computer. Ja, geen probleem, dat is ook zo doorgegeven. De meesten hebben dat juist. Een paar hebben het IGA-platform geprobeerd. En ergens zal het ook wel zo zijn natuurlijk, maar zelf kan je dat niet aan. Je kan het alleen maar zelf terugvinden op je computer. Maar ik ga ervan uit natuurlijk dat het certificaat ergens die gegevens op de een of andere manier wel via het IGA-platform ergens opgeslagen zijn. Kan niet anders. Goed, fantastisch. Dus ik ben blij dat dat eigenlijk gelukt is voor de meeste mensen. Dat is de eerste keer dat we dat doen op die manier. Dat is bij deze een goede test om te zien of iedereen ook die vragen kon beantwoorden enzovoort. Zeer goed, ik ben blij. Kunnen we de volgende keer zeker opnieuw doen. En nu het tweede grote deel van deze sessie, dat is de e-health box. En natuurlijk, de e-health box en het e-health certificaat die zijn aan elkaar gekoppeld. Je kunt dat eigenlijk niet loskoppelen van elkaar zelfs. Ik weet niet of dat al gebruikt wordt. Je ziet het hier. Ik was van plan om hier een vraag te stellen van oké, wie gebruikt er eigenlijk al de e-health box om berichten te versturen? Want ik weet uit ervaring dat berichten krijgen via de e-health box ietsje gemakkelijker is. En de meesten hebben wel wat problemen, of doen het gewoon niet omdat ze niet weten dat ze het moeten doen, om berichten te versturen via de e-health box. En veel hangt af van oké, die een e-health box, is dat nu goed geïntegreerd in mijn eigen softwarepakket of niet?
Stel dat je niet of je hebt geen softwarepakket, dan ga je moeten eigenlijk de online e-healthbox gaan raadplegen. Dat is eigenlijk een deel van de opdracht zo meteen. Maar misschien eventjes toch kort uitleggen wat het is. Het is een elektronische beveiligde mailbox, ja, zoals Gmail, Hotmail, alleen het is van e-health, dus beveiligd. Het heeft te maken ook met vercijfering, weet je nog, van het e-health-certificaat en zo. Het is beschikbaar voor elke zorgverstrekker, maar natuurlijk, als je vercijferde berichten wil versturen, ga je moeten een certificaat hebben. Dus voor elke zorgverstrekker met receive-nummer en dient voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens. Ik zeg maar eens, een verpleegkundige stuurt een verslag naar een kine, kine stuurt een verslag naar een diëtiste naar een arts. Wel, in principe moet je, het op een beveiligde manier doen. Hè. Gewoon de Gmail of Hotmail is niet oké. En vandaar dat de e-healthbox er dus is. Alleen spijtig dat de online versie niet super gemakkelijk te gebruiken is. Qua gebruiksvriendelijkheid laat het wat wensen over. Toon ik jullie zo meteen natuurlijk. Hè. Maar dus, dat is de e-healthbox. Is ook beperkt in grootte. Ik weet niet wat er tandartsen aanwezig zijn in deze sessie. Want voor tandartsen, of dat is toch een vraag die vaak bij tandartsen tevoorschijn komt, van ja, oké, het is maar 10 megabyte groot in de e-handbox. Dus als ik bijvoorbeeld mijn foto erin wil steken, en dat gaat dan misschien niet lukken. Maar daar dient het niet voor om te beginnen, de e-handbox. Je hoeft er geen scan of geen grote foto, medische beeldvorming in te steken. Is beperkt, 10 megabyte. En ze gaan het ook niet vergroten. Dus wees er gewoon op voorbereid. Let op, die beperking kan ook problemen geven wanneer je een volledig dossier van een patiënt zou willen versturen naar een collega. Kan ook. En dan, ja, daar dient het wel voor natuurlijk. En toch kan het ook wel, excuseer, problemen geven dan. Dus wat je dan moet doen, wel als je een volledig dossier, dat eigenlijk al waarschijnlijk gecomprimeerd is, toch wil doorsturen op een veilige manier en het lukt niet via de e-healthbox, omdat het ja, te groot is, het dossier, dan kan je eventueel bepaalde gratis mailsystemen gebruiken, zoals ProtonMail. ProtonMail zou je kunnen gebruiken dan, dat is gratis, gratis account, en daar kun je ook berichten versturen naar andere mensen dan, en je kunt het bericht gaan versleutelen met een wachtwoord. Het enige dat je moet gaan doen dan, is bellen naar de ontvanger en zeggen, kijk, het wachtwoord is dit. Of door sms'en of zo. Maar op die manier kan je tenminste, ja, is er een klein alternatief voor de e-handbox. Laat ons heel kort een keer tonen via welke weg je nu eigenlijk de e-handbox kunt gaan openen. Hè. Dus eventjes de juiste website selecteren. En eigenlijk op www.ehealth.fgov.be heb je de mogelijkheid om rechtsbovenaan op e-handbox te klikken. Jullie mogen dat trouwens al doen. Nee, dat is meteen een stukje van een opdracht van binnen een minuutje, dat eigenlijk al gebeurd is. Dus als je dat ziet zitten, mag je zeker al aanmelden hier op deze website, www.ehealth.fgov.be. Je klikt op e-healthbox recht bovenaan. En dan zal je de keuze krijgen om aan te melden, oftewel met een elektronische identiteitskaart, oftewel met iets.me. Ik zal het doen met iets.me. Ik vind het eigenlijk het gemakkelijkste. Ik wacht eventjes totdat mijn scherm hier geactiveerd is, totdat het systeem geactiveerd is. Ik zal klikken op iets.me. Als het niet lukt, verlies er niet te veel tijd mee. Volg nog mee met mij dan natuurlijk. Hè. Maar ik weet dat dat soms een probleem kan zijn. Ik zal op mijn telefoon natuurlijk iets.me activeren. Ik zal ervoor zorgen dat er nu een berichtje verstuurd wordt of een notificatie verstuurd wordt naar mijn app. Zal ik nu eventjes gaan bevestigen op mijn telefoon. Voilà, met mijn code. Je kunt ook met Face ID werken, met je vingerafdruk of zo. Maar dit is eigenlijk de bevestiging en ik ben nu aan het aanmelden op mijn e-healthbox. Want ik heb gelukkig, of ik heb sowieso een e-healthbox als kine, maar ik ben nu op aan het aanmelden. Het enige dat ze zullen vragen is, oké, je wilt je aanmelden, maar ja. Eventjes kijken, is nog altijd aan het laden hier. Wat raak. En ik kan aanmelden op voor twee. Ik zal het doen als kine. Voilà. Ik meld aan als kine zijnde. En ik zal nu effectief in mijn online e-healthbox terechtkomen. Je ziet hier niet veel, want in de testomgeving komt er ook niet veel toe van berichten. Maar eigenlijk, dit is, je ziet het hier in het Frans. Heel goed, omdat het in het Frans staat, zal ik misschien een keer straks moeten aanpassen. En die instellingen eventueel. Kan ik straks bekijken. Ah, voilà, hier staat het. Goed. Dus je ziet hier geen berichten staan. Nee? Dus geen berichten.
Hoe komt dat? Wel, zeer simpel. Nooit niemand heeft al in een testomgeving mij een bericht gestuurd. Helaas. Maar, stel dat je berichten zo gekregen hebt, onder andere van het RESIF, die over een overeenkomst informatie wil doorsturen, en die doen dat dan ook effectief via het RESIF, via de mailbox of e-healthbox, krijg je dan de nationale overeenkomst, nomenclatuurwijzigingen enzovoort. Officiële communicatie van het RESIF wordt via de e-healthbox verstuurd. Dat is niet vercijferd. Waarom is dat niet vercijferd? Omdat je dus hebt met andere woorden geen e-health-certificaat nodig om de berichten van het RESIF te gaan openen. Waarom? Want dat niet, heeft niets te maken met gezondheidsgegevens. Maar stel dat je een bericht zou krijgen van een arts, dan is het wel zo dat het bericht hoogstwaarschijnlijk zal vercijferd worden, of vercijferd zijn op basis van het e-health-certificaat, uw certificaat en het certificaat van de verzender. En dus zal je ook het certificaat moeten hier gaan gebruiken om het te openen. Maar waar zit het certificaat nu? Wel, als je hier op het tandwieltje klikt, in de linkerkolom, onderaan het tandwieltje, dan heb je, je ziet het hier, veiligheidscertificaten configureren. Een van de drie tabbladen bovenaan. Dus heb je hier een periode toevoegen. Je hebt hier dan veiligheidscertificaten configureren. En dat is de mijne. Dat zijn mijn certificaten in testomgeving. En aangezien ik hier veiligheidscertificaten heb, kan ik dus bepaalde berichten die vercijferd zijn ook op die manier gaan ontcijferen. Okay? Dus hier zitten de certificaten bij het tandwieltje. En dan als laatste puntje, hoe kan ik nu een bericht versturen? Want dat was eigenlijk een vraag, en dat is trouwens ook zo meteen een deel van de opdracht. Hoe kan ik hier nu een bericht gaan versturen vanuit de e-handbox? Wel, je klikt op het potloodje. En dan zal je moeten hier eerst en vooral een bestemmeling gaan selecteren. Dat betekent ja, naar wie wil je versturen. En op dit moment is het zo dat je niet zomaar kunt gaan klikken en beginnen typen. En de naam komt dan overal automatisch tevoorschijn. Dat is niet zo. Je zult moeten een identificatienummer toevoegen. Ja, ik heb het gezegd, het is niet zo super evident om het te doen. Hè. Je moet dus een identificatienummer zelf gaan opzoeken. Het is te zeggen, oftewel een reeksregisternummer, dat is de mijne, of eventueel een RESIF-nummer. Dus een rijksregisternummer of RESIF-nummer. En waar vind je dan rijksregisternummers? Wel, eigenlijk, mijn boodschap is, doe het niet. Je kunt wel RESIF-nummers gaan opzoeken. En RESIF-nummers, dan eventjes nog iemand die wil aansluiten, toelaten hier. Maar dus om een RESIF-nummer op te zoeken, bestaat er een website. En de website, dat is de website van het RESIF. En eventjes kijken waar je die kan terugvinden, of een voorbeeldje, dat is eigenlijk Silver Pages, zilveren pagina's vertaald. Je typt Silver Pages in Google, en dan zal je hier een zoekmachine kunnen openen, en hier een naam, voornaam, en ook eventueel iets anders toevoegen, de beroepsgroep bijvoorbeeld gaan toevoegen. En op die manier ga je dus een RESIF-nummer kunnen terugvinden. Ik zeg niet dat dat simpel is, zeker niet. Integendeel, dat is heel wat werk om een bericht te versturen op die manier. Maar dat is de enige manier die er is. Via de e-healthbox online. Voor de mensen die dus deze e-healthbox op de een of andere manier geïntegreerd hebben in hun softwarepakket, dat is dan goed nieuws, want meestal is dat ook ietsje handiger dan in het gebruik. Okay. Dus meteen eventjes kijken naar mijn presentatie. Voilà. Dus meteen erbij, kijk, je ziet het, hè? Dus de e-healthbox kan je raadplegen online via het portaal van de e-health-platform met twee vraagtekens, want je kunt ze wel raadplegen. Die interface is volledig vernieuwd, ik denk een maand of twee geleden, maar het versturen is nog altijd niet gebruiksvriendelijk, vandaar die twee vraagtekens. Het kan nog beter. Er zijn natuurlijk ook de EPD's, dat zijn elektronische patiëntendossiers, en ook een paar kleine programmaatjes die niet gratis zijn, die ik denk zo'n 150 euro per jaar kosten, zoals Medidis Multi, Hector MyBox, je hebt ook Oxyboxy, ik ben die vergeten toe te voegen ook. En dat zijn dan eigenlijk hele light pakketjes die het mogelijk maken om die e-healthbox ietsje gemakkelijker te gaan gebruiken. Ik geef het maar mee. Dan heb je ook hier de frequent voorkomende vragen en problemen natuurlijk. En een van de dingen die je kan hebben, dat is, mijn e-healthbox is vol. Ik heb gezegd, weet je nog, 10 megabyte max. Dat betekent dat als er iemand het goede idee heeft om een bericht te versturen dat 9 megabyte groot is, dan is er kans dat uw e-healthbox, als die al wat gevuld is met andere berichten, dat die eigenlijk volledig toe zit, vol zit. Wat je dan moet doen, is eigenlijk berichten gaan beginnen wissen. En berichten wissen, waar kan je dat dan doen? Wel, door aan te melden, net op deze plaats dat ik daarnet getoond heb, online dus, op de online e-healthbox.
En dat is dus hoe dat je dus jezelf dus een bericht moet selecteren en verwijderen. Dat spreekt voor zich, dat is redelijk eenvoudig. En je mag niet vergeten ook, hier je het bericht gewist hebt uit je inbox, zal je nog een keer in de prullenmand ook nog een keer je bericht moeten gaan wissen. Want dat is natuurlijk dat heeft ook te maken met die 10 megabyte. Dus dat is een tip die ik jullie meegeef. E-helbox kunt daar gaan wissen, niet de e-helbox, maar de berichten. Maar vergeet ook niet de prullenmand te wissen, als uw e-helbox vol is. Misschien nog kort eventjes iets over de ziekenhuizen, want het gebeurt wel vaker dat je eigenlijk een bericht wil sturen, niet naar een eerste lijns zorgverstrekker, maar eventueel van een eerste lijns zorgverstrekker naar een ziekenhuis of een andere instelling. En hebben die dan ook de e-handbox? Wel, die hebben sowieso, als het een officieel ziekenhuis is of een officiële instelling, hebben ze ook een receivenummer. Dus hebben ze ook een e-handbox. En dus kan je ook een bericht sturen naar die e-handbox. Alleen, als je wil sturen naar een specifieke arts in het ziekenhuis, dan is het niet altijd even evident om dat te doen. En eigenlijk, eerlijk gezegd, dus het komt wel vaker voor dat je dan... dat het bericht via de e-mailbox niet ontvangen wordt enzovoort. Dus daar zou ik het persoonlijk nog niet doen. Ik zou nog geen e-mailbox berichten versturen naar ziekenhuizen, naar mensen die in de privé werken, een specialist die privé werkt, een tandarts enzovoort, oké. Maar als je het stuurt naar ziekenhuizen, moet je er een beetje mee opletten. Zeker als je dan de online versie zou gebruiken van de e-mailbox. Oké. Misschien de opdracht nu. De opdracht, ik had daar 3 minuutjes voor voor voorzien. En eigenlijk, ik ga ervan uit dat iedereen, tenminste als je wat meegedaan hebt, aangemeld is op de online e-handbox. De plaats waar je het certificaat kan toevoegen, bekijk dan een keer. En vooral, probeer een keer een bericht te sturen naar jezelf. Dat betekent, je kent je eigen receivernummer of je rijksregisternummer. Zet dat daar een keer in. Probeer een keer een bericht te versturen naar jezelf. En op die manier ga je tenminste al een keer een bericht via de e-handbox verstuurd hebben. Ik geef jullie wat tijd om dat te doen. En 3 minuutjes. Kijk, hij begint nu langs links af te tellen. Je ziet het hier. Hij is bezig. En ik zal binnen een minuutje of 2, 3 terugkomen. Een keer vragen hoe dat geweest is. En dan zullen jullie via de chat, jullie mogen dat trouwens nu al beginnen doen. Als je zegt, ik ben nu in de e-helpbox, dat lukt me langs geen kanten, of er zijn problemen. Laat het nu al weten via de chat. Mijn collega Anthony is ook op de chat zaken aan het bekijken, dingen aan het beantwoorden. Laat het meteen weten. Dus ik geef jullie nog eventjes de tijd om dat te proberen. Dat is de opdracht. Na de opdracht zullen we stukjes aan afronden, we zullen dat samenvatten. Zullen we, of zal ik jullie ook de link geven van deelname of het deelnameformulier. En dan kunnen we stukjes aan afronden. Dan zullen we eigenlijk binnen het uur klaar zijn, maar we zijn wel natuurlijk met vertraging gestart, helaas. Ik zie hier dus ondertussen een vraag van Anne. Sturen jullie de linken per mail? Dus de link, even eens nadenken wat je bedoelt met de link, Anne. Ik ga ervan uit dat de link waarschijnlijk te maken heeft met deelnameformulier of zo. Als je door moet, ik zal misschien de link nu al beginnen doorgeven, geen probleem. Wacht nog eventjes, ik zal het via de chat delen. Op dit moment, je kunt die eventueel kopiëren en zo meteen dan invullen of zo. Of meteen als je echt door moet of zo. Maar probeer alles in te vullen. Dan gaat het ook in orde komen wat betreft attesten en accreditering. Dus zeker alles invullen. Ondertussen misschien nog een minuutje wachten en dan kan ik een keer horen dat het geweest is. Zijn er hier mensen die ondertussen... Dus de link heb ik via de chat gestuurd. Voor de mensen die hier de vraag stellen van oké, waar staat die link? Ik heb die in de chat gestuurd, normaal gezien zou je die moeten zien. Anne ziet het niet, link niet zichtbaar voor Evelien ook niet. Niet te zien. Ah ja, oké, ik snap het al, ik zal dat niet moeten versturen. Ik had het eigenlijk naar de waiting room gestuurd, dat is natuurlijk niet slim van mij. Dus ik zal dat hier even sturen naar de mensen die ook in de meeting zitten. Voilà. Nu zou je het moeten gekregen hebben. Voilà, fantastisch. Oké, ik stel voor dat we eventjes... Ik weet niet goed of die opdracht nu gelukt is of niet. Ik ga ervan uit dat een aantal mensen daar geen tijd meer voor gehad hebben.
Maar een bericht sturen naar jezelf vind ik persoonlijk niet zo simpel. Van een bericht versturen. Kijk, hier toch iemand die er geslaagd is om dat te doen. Ik vind het niet zo gemakkelijk om het te doen. Vandaar ook die opdracht. Hè. Dus mensen die dat later een keer willen proberen, geen probleem. Ik zie hier iemand die zegt, ja, lukt van geen kanten. Hè. Dus iemand van de Kinekring, de Sol. Dus ik ga eruit Zuidoost-Limburg. Stel dat je echt zegt, ja, dat lukt mij maar niet. Eventueel straks nog een telefoonnummer of een mailadres kunnen zien van de service desk. Stel je zegt, ik moet dat absoluut een keer doen of ik kan dat een keer proberen. Je kunt dan straks, ik zal het misschien meteen een keer doen ook, je kunt dan straks ook dat telefoonnummer terugvinden. Misschien voordat ik afsluit, en trouwens, je mag zeker ook deelnameformulieren vanavond invullen, maar zolang het binnen de 3 dagen gebeurt. Ja, dus als het langer duurt, kan dat een probleem zijn achteraf. Dus probeer het zo vlug mogelijk te doen toch, om alles in te vullen. Voilà. Ik zie hier ook een paar mensen die moeten vertrekken. Tot de volgende keer misschien. Nee, sorry voor de vertraging. Het was de eerste keer sinds lang dat we nog een webinar hebben gegeven. Het was bij deze een goede pilootsessie. Maar dus tot de volgende. Neem gerust een kijkje op vivelacademy.be. Ja, dus je hoeft maar te klikken op e-gezondheid in de eerste lijn hier. Open aanbod, hè. Dus je kunt er gewoon op aanmelden en dan zie je alle cursussen. Super interessant, worden up-to-date gehouden, e-health certificaten, e-health box, elektronisch voorschrijven, enfin, staat er zo goed als allemaal in. En daar kan je dus effectief ook tips en tricks, hetgeen ik zei over e-health certificaten, e-health box en het terugvinden. Dit is nog eventjes de YouTube, hè. Weet gewoon dat we een YouTube kanaal hebben met ja, heel wat filmpjes, playlist enzovoort. En dit is hetgene dat ik nog wilde doorgeven aan jullie. Hey, dus er is een service desk, telefonisch bereikbaar. Je ziet het daar van 8 uur 30 tot 20 uur. Er is ook een e-mailadres voor de service desk van Vivel. Als je een vraag hebt, certificaat, waar moet ik naartoe? Of je hebt hulp nodig, of wij moeten je op weg helpen, dan kunnen we dat doen op die manier. Dus dat zijn de contacten. Rust weten, mocht er iets zijn. Voor de rest, denk ik, hoop ik, hebben we eigenlijk de zaken gezien dat we moesten zien. Het is nu perfect 15:15, dus echt wel een uur. Op het uur nauwkeurig hebben we dat hier kunnen afronden. Maar dus, e-health certificaat, e-health box, die twee zijn aan elkaar gelinkt, zoals je kan zien. Iedereen heeft die quiz kunnen doen, kunnen beantwoorden. En dat was relatief oké, denk ik. Relatief goed. Je weet, e-health certificaat heeft 2 functies. Hè. Het kunnen authenticeren, dus jezelf authenticeren op het e-health platform. En eventueel ook de vercijfering via de e-health box. Dat zijn de 2 functies daarvan, van een e-health certificaat. 3 jaar geldig. Als die verlopen is, moet je een nieuwe aanvragen. En als die nog niet verlopen is, moet je hem verlengen. De e-health box dan. Online ter beschikking. Je kunt daarop aanmelden met iets.me of met de elektronische identiteitskaart. En een keer dat je aangemeld bent, kan je dus berichten versturen, maar ook natuurlijk ontvangen en eventueel ook berichten wissen. Want dat is een frequent voorkomend probleem. De e-health box is vol. Dus je kunt ze daar gaan wissen. En uiteindelijk, voilà, om af te sluiten nog een keer. Hier, mocht je toch problemen hebben, je raakt er niet uit, Vivel Academy, op basis van deze webinar, ik heb toch een probleem, je mag altijd eventueel de service desk gaan contacteren. Bedankt voor jullie deelname. Tot de volgende keer, hopelijk. En voilà, een prettige namiddag nog. Dag. Ja, de handouts, ik zal even kijken of ik ze hier kan delen. En anders kan ik afspreken met Nick om ze eventueel ter beschikking te stellen op vivelacademy.be. Misschien is dat nog het eenvoudigste. Ik zal het misschien zo doen. Oké? Okay?